De vakcentrale C47 heeft vanmorgen een tweedaagse subregionale conferentie voor vakbonden van het Caribisch gebied georganiseerd. De conferentie geschiet onder toeziend oog van Industrial Global Union, een wereldwijde vakbondenfederatie die op 19 juni 2012 in Kopenhagen is opgericht. De federatie vertegenwoordigt meer dan 50 miljoen werkende mensen in meer dan 140 landen. C47 is ook lid van de federatie en organiseert voor het eerst zo'n conferentie in Suriname. De Caribische landen Trinidad en Tobago, Barbados en Curaçao nemen deel aan de conferentie. Volgens Robbie Berenstein, voorzitter van C47, hebben de meeste van de aanwezige landen hetzelfde probleem. Namelijk dat grote bedrijven wegtrekken en duizenden mensen werkloos achterlaten. Dat is een enorm probleem, ja, voor het Caribisch gebied. En zeker in dat kader is het nodig dat beleidsmakers op de hoogte worden gesteld van kijk, dat zijn de problemen. Een tweede ding is, dus nu heb je hele fundamentele veranderingen, hè, in de industrie. Toch? Een van de ontwikkelingen is bijvoorbeeld wat men noemt Industrie 4.0. Toch? Men ziet dat als, eigenlijk als de soort vierde industriële revolutie. Robotisering, automatisering van bepaalde processen. Je hebt bijvoorbeeld bepaalde mijnen in de wereld. Waar geen enkele, je hebt geen chauffeurs. Wagerij, juglit en houtpakkerij, maar zonder chauffeurs. Weet u? Dus die ontwikkelingen hebben een enorme impact op werkgelegenheid en, wat, zoals men in het Engels zegt, the world of work. De federatie heeft de Alcoa-kwestie van Suriname bestudeerd. Volgens Laura Carter, regionaal officer van Industrial, moet geen enkel land de strijd tegen grote bedrijven alleen aangaan. Angèle Rochette, lid van het uitvoerend comité van Industrial, zegt dat zonder vakbonden de werknemers verloren zijn. Vakbonden zijn daarom nog in elke laag van de werkende klasse. Minister Suharto Mustaja van Arbeid gaf aan dat de regering bezig is met het moderniseren van onze huidige arbeidswetgeving. We know power to fight the colossal force of capital and of business and of the anti-union sentiment if we did not unite across boundaries and across borders. Trade union power is necessary. We need to collate, we need to put together trade union power to be able to defend the interests that we represent. And mind you, so our message to the government, our message to Guyana, and of course our message to Suriname, and of course our message to the unions is don't go it alone. That's what we as unions know, that with it, that's the purpose essentially of Industrial, is that unions can come together and find common strategies to deal with multinationals like Alcoa and many of the other companies that we're dealing with. But governments too should look at how to cooperate with each other in dealing with multinationals rather than competing with each other and doing the bidding of those multinationals. The government of Suriname is also in the process of renew the legislation with regard to the occupational safety and health. We are on the verge of submitting a new OSH Act, which is already approved by the Council of Ministers and State Council to the National Assembly. As Minister of Labour and part of the government, we give much importance to sustainable employment. In the National Assembly, a new law with regard to contract labor has been approved and order has been given by the president to enact the law. Suharto Mustaja, minister van Arbeid, en daarvoor Angèle Rochette, lid van het uitvoerend comité van Industrial, en Laura Carter, regionaal officier van Industrial. Zij spraken vanmorgen tijdens de opening van de tweedaagse subregionale conferentie voor Caribische vakbonden. De conferentie wordt gehouden in de vergaderzaal van Ramada Hotel.